Hallo allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Akmaral en dit is mijn eerste vlog ooit. En ik vind het heel belangrijk om te zeggen, in al mijn vorige video's, de tekst was voorbereid van tevoren. En in deze video, alles wat ik zeg, was niet geschreven van tevoren. Dus sorry alvast voor mijn fouten en geniet van een dagje in Spakenburg met mij. Hallo allemaal, ik ben Akmaral. Welkom terug op mijn kanaal. Vandaag is 21 augustus en het is mijn eerste vlog ooit op mijn kanaal. En wij willen vandaag naar Spakenburg toe. Dus ik ben op de fiets, ik heb mijn rugzak, water en we gaan. Veel plezier! Dus we zijn nu in Zevenhuizen, dat is een klein dorpje onderweg van Amersfoort naar Bunschoten. Bunschoten, Spakenburg. Ja, we gaan nog steeds naar Spakenburg. En kijk wie is hier. Dit zijn emu. Kijk. Oh my god. Ze zijn zo groot. Ik denk dat het de eerste keer dat ik emu zie. Ik dacht dat was een super grote, hoe noem je, deze vogels? Ik weet niet de naam. Turkey. Kalkoen. ik dacht dat ze super grote kalkoen waren. Maar nee, dit zijn emu. En er zijn ook herten. Maar je kan ze niet zien hier. En ook paarden, of één paard aan de andere kant, met kippen. Ah, dit is gezellig. Wat een gezellig dorpje. Hoor je ze? Hoor je de kippen? Hier zijn meerdere kippen. Oké, ik ben gewend aan... dorpen hier in Nederland, maar dit is de eerste keer dat ik emu zie. Oh my god, en ze zijn zo vlakbij. Oké, genoeg emu. Dus we zijn er bijna. We zijn nu op de mooiste plek van onze fietstocht. Oh, fietswandeling. Fietstocht. Fietstocht. En ik zal nu jullie laten zien waar we zijn. Dus dit is de fietspad. En hier is het water. Dus dit heet Nijkerkernau. Nijkerkernau. En ja, vandaag is het mooie weer, zelfs zonder zon. Oh kijk, deze mensen zijn op vakantie. Dit is leuk. Heel mooi. Ik vind het een hele mooie plek om te wandelen of picknicken. Of met honden wandelen. En ook natuurlijk watersport doen. Voordat we in Spakenburg zijn, ik wil jullie iets laten zien in de volgende video. Dit is een video van 1939 van mensen uit Spakenburg in klederdracht. Klederdracht is de traditionele kleding uit Spakenburg die sommige mensen dragen nog steeds in dit dorpje. Dit is echt iets bijzonders en mooi. Ik vind het heel apart.
In Spakenburg zag ik een vrouw op de fiets in deze kleding, maar het was te laat om video te maken. En dit is hoe het eruit ziet in Spakenburg nu. Er zijn heel veel schepen, zoals je ziet, en lekker verse vis die ik later in deze video laat zien. Wat wij hebben gekocht is een portie kibbeling en broodje haring met uitjes. Kibbeling was echt lekker.